smaakt heel lekker. Een zoet-zure smaak. En kindjes zijn er heel dol op die besjes. Ze zijn weer daar, de blauwbessen. Samen met de Beringenaren wordt het nieuwe oogstseizoen gevierd tijdens de blauwbesdagen. De blauwbesdagen, dan starten wij met het nieuwe plukseizoen. En dan kunnen hier de mensen, die kunnen dan komen voor een sapje te komen drinken of een wijntje. Dan hebben we ook taart met bosbessen, van bosbessen. Het is gewoon heel fijn hier. Ze mogen hier vrij rondlopen dan op het bedrijf. En ze kunnen van alles, ja, de plantages bezichtigen. Dus het plukken, dat gebeurt, dan krijg je een emmertje mee. En dan pluk je de blauwe, want wij plukken alles met de hand. Dus dan haal je de blauwe eruit en dan de groene laat je hangen. Dus het is helemaal niet moeilijk om te doen, iedereen kan het. En het is gewoon, ja, die bessen moet je eigenlijk rollen over met je duimen. Dat je zo min mogelijk knust eigenlijk. Ik ga een wandelingsje doen, terwijl een beetje snoepen onderweg. Ah, zo mee. Ja, ik ga zo mee pakken, ga een beetje snoepen. Het is een leuke wandeling. Je kan hier van alles eigenlijk ontdekken. En zeker de besjes, de plaats zegt het al. Of hoe noem je dat? Dit hele stuk zou je zeggen, Blueberry Fields. Dus je kan alleen maar bessen lekker eten. En noem maar op. Dit zijn lekker dingen. Heel lekker. Ik zou iedereen aanraden. Echt waar. Wij liggen hier tegen het natuurgebied aan. En ja, het is hier heel rustig, heel mooi, een heel mooie omgeving. Het is ook, redelijk, het is ook uniek hier. Je kunt hier wandelen doorheen de plantages en genieten gewoon van de natuur. Wil je ook proeven van verse bessen, ijsjes met blauwbaard of van lekkere bosbessenvlaai? Meer info over dit mooie plekje in Koersel krijg je bij de dienst Toerisme.